Michael Double D. What up? En? Samba. Samba, Samba, Shi. En met? Mami. Mama. En met? Koya, maar die zien jullie niet. Ja, maar ze is wel heel schattig hoor. Zeker, een hele lieve hond. Ja. En wat gaan we doen, Essie? Oh ja. Schatzen! Skiën. We gaan ook skiën. Skiën? Zeker weten, skiën op het ijs. Skiën op het ijs. We kunnen nog ineens skiën. Ik heb een sneeuwscooter en al hebben we bij. Anders zou je wel echt rijkje moeten zijn. Maar wie houdt er van water als het in ijs verandert? Ik! En wie houdt er van sneeuw? Essie, dansen, dansen. Dit klinkt gezellig. Hey! Nou, ik zit hier achter met wat jullie al weten. Met Michael, hè? Michael. Ik bedoel, Willy Michael. Hè? Willy Michael. Willy Michael, ja. Willy Michael. In plaats van Willy Wonka. Willy Wortel, hebben we ook nog, hè? Mikey Double D, hè? Weet het. Michael Double D? Double G. Ik snap het niet. Ik ook. Nee. Wat gaan we doen? Schaatsen! Schaatsen! Oeh. Maar dan wel met de voeten, hè? We gaan met de benenwagen schaatsen. Ja, ja. Zonder schaatsen. Schaatsen doe je ook met je voeten. Ja. Zeker weten. Yay! Hij is gek. Oh ja, hij gaat er nog één op steken! Nee toch? Jawel. Nee toch? Jawel. Hij gaat nog vuurwerk afsteken. Dit is toch even gek. Ja, op de camera en dan wordt hij lekker gearresteerd. Dat is leuk. Ja! Tuurlijk, kom. Ik wil niet dat ik... Joehoe! Zit op het ijs. Zit op het ijs. Hoe dik is dit ijs wel? Kijk die borst dan. Is wel leuk. Ik heb geschaatst, maar één keer viel ik keihard op mijn buik. Oh, wat doet die pijn. Ik ben nu onderweg naar huis en ik neem jullie dadelijk ook nog mee naar de roomtour. Dus blijf kijken en dan zie ik jullie dadelijk in mijn kamer. Nou, we zijn er. Dus, welkom bij me. Knuffelcollectie. Alleen het is nu een beetje rommelig terwijl ik het een keer netjes had gemaakt. Dus dat is eigenlijk wel jammer. En hier is mijn drumstijl. Ik zal wel een stukje drummen. Soms eventjes te drummen, maar mijn drumstel staat te koop, want ik krijg binnenkort een nieuwe kamer. Zoals jullie zien hebben we hierboven Michael Jackson. Ik vind hem echt super leuk, want hij is echt altijd gekleed op
Want hij gaat zingen. Hij danst ook echt super goed op wat hij gaat zingen. En bij één liedje, dus Thriller, is het echt best wel eng. Want dan doet hij alsof hij in een monster verandert. Terwijl het eigenlijk gewoon een masker is. Ik vind hem ook heel gaaf, omdat hij de wereld wil veranderen. Voor vrede. En ik wil dat ook. En hieronder zien jullie hangen. Prins. Ik vind hem ook best wel gaaf, maar ja, ik vind Michael Jackson toch leuker. Ik heb hier een dromenwanger hangen. En die heb ik gekregen, want ik vind hem echt super mooi. En het werkt ook nog, want ik krijg nooit meer nachtmerries in mijn bed. Hier is mijn kledingkast. Mijn kledingkast is eigenlijk wel troef, maar heeft wat heel moois hangen. Zo. Dit is mijn kleine Michael Jackson. Alleen ik pas hem niet meer. Dat is eigenlijk wel heel jammer. Maar ik wil hem wel bewaren. Niet verkopen! Want die had ik een keer aan bij mijn verjaardag. En hij is ook sprinkelend mooi. En hier heb ik al mijn schoenen. Ze zijn een beetje rommelig omdat ik heel veel schoenen al heb. En ik laat jullie twee paar schoenen zien. En dat zijn de zilveren schoentjes. Deze had ik gekregen bij een fotoshoot. Maar eigenlijk mocht het van mijn baas niet, maar ik mocht het stiekem meenemen. Dit is mijn zwarte Clark. Ik heb hier natuurlijk wel twee paar schoenen van. Dr. Martens, ook bekend als Doc. En ik heb, dit is blauw als je heel goed kijkt. En ik heb hier ook nog een zwarte van, alleen die ligt bij mijn oma. Hier. Deze vind ik ook echt mooi. En nou, hier heb ik mijn pyjama's. En als ik daar goed kijk, dan zien jullie beide hoort. En dat zijn mijn pyjama's. Dat zijn mijn t-shirts. Dit zijn mijn broeken. En dit is de collectie voor als het warmer wordt. Goed gesorteerd, hè? Hier heb ik wat eigenlijk niet hangen. Maar hier heb ik wat vast. En dat is van Balloon All Stars. Deze had ik gekregen toen we mijn fietswedstrijd organiseerden. En opa Simon Tamata kwam ook. En die is wel een hele goede voetballer. Alleen ik wil niet om de schuld zijn. Alleen ik... Hij is best wel oud. Sorry. Maar hij is nog steeds wel super goed. En toen heb ik dit gekregen. Oh, het is echt een eer. Ik zal jullie ook nog even mijn voetbalshirts laten zien. Kijk, dit is van de Balloon All Stars. Hier zijn alle handtekeningen op. En heb ik gekregen bij de fietswedstrijd. En hier staat mijn handtekening. Leed, kom niet zo. Ik schrijf het. En hier hebben we... Kampioenshirt van Feyenoord. Die heb ik gekregen van Johan van Broekers. Nou, we gaan door. Hoe heet deze nou ook weer, mami? Dus Patrick van Aanrol. En dit heb ik gekregen van broertje of broer van Patrick. Mama kent hem en hij woont in de bos. Dat is wel heel fijn. En het laatste shirt heb ik gekregen van Adewier. En dat is een speler van Excelsior. En die heeft het voor me laten maken. En die heeft het persoonlijk laten afgeven. Ik vind het eigenlijk wel heel bijzonder waarom ik al deze shirtjes krijg. Nou, dit was mijn room tour. Laat als je... Vonden jullie het leuk? Dan... Laat alsjeblieft een like achter of een reactie en ik zie jullie volgende week bij mijn nieuwe vlog.